Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later, spetter. Lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Hallo, kapitein Stoppel. Oh, wat doe jij hier, Lispel? De zonneschijn is een prachtig schip. Ja, nou, dat hoef je mij niet te vertellen, dat weet ik. Ik vroeg je wat je hier te zoeken had. Niks bijzonders. Blijf dan uit de buurt van mijn schip. Waarom? Is er dan iets dat niemand mag weten? Wel, nee, maar ik heb behoorlijk de pest aan spionnen. Dat is alles. Maar tegenwoordig is niet zo belangrijk als informatie. U heeft er geen idee van hoe bijzonder mijn nauwkeurige informatie gewaardeerd wordt. Nauwkeurige informatie? Laat me niet lachen. Nauwkeurige informatie over de zonneschijn. Kapitein is meneer Stoppel. Overmorgen, dat is dus de 28e, gaat het schip op weg naar het koninkrijk van Salam. Het merendeel van de vracht bestaat uit melkproducten. De passagiers zijn Alfred Jodocus Kwak en professor Noal. Deze twee en kapitein Stoppel zijn van plan de 21e verjaardag bij te wonen van de prins. Klopt dat? Nou. Klopt dat of klopt dat niet? Lispel. Dag, kapitein. Ik ben bang dat ik wat te vroeg ben. Nee hoor, mijn pa is er ook. Kom binnen. Oh, hallo, kapitein. Dag, Henk. Gaat u zitten? Dank je, Alfred. Ik ga Winnie helpen, dus praat u maar rustig wat met mijn vader, kapitein. Dank je. Gaat dit niet mis, kapitein? Wat? Nou, in de krant staat dat er weer een grensgevecht was tussen Salam en Yale. Mag ik even? Oh, nee. Ik hoop niet dat dat uitloopt op een oorlog. Ik ook niet. Want dan raken Alfred en ik daar natuurlijk in verzeild. En dan kan de verjaardag niet gevierd worden. Zo is dat. Waarom zijn er toch zo vaak gevechten daar? Simpel, die landen hebben verschillende godsdiensten. Ik begrijp dat echt niet. Niemand gaat hier met iemand vechten omdat hij een andere godsdienst heeft. Dat is waanzin. Dat klopt. Maar tussen die twee landen is dat altijd al zo geweest. Hallo, kapitein. De uitnodiging om hier te komen eten heeft me zeer vereerd. Dit is echt heerlijk, Winnie. Dank je, kapitein. Neem nog wat meer. Waarom hangt Lispel toch steeds zo rond in de buurt van de zonneschijn? Ik vertrouw hem niet. Geen idee, Alfred. Geen idee. Iemand moet hem dat gevraagd hebben. Maar ik zou echt niet weten wie. Hé, daar hoor ik hem. Thank you.
Je bent 5 minuten te laat. 5 minuten? 5 minuten is erg veel in dit soort werk. Vanaf nu wil ik dat je op tijd bent. Ik doe mijn best. En heeft u de spullen? Natuurlijk. Ik zal ze je laten zien. Hier zijn ze. Wat vind je ervan? Ik heb toch niet om boter en kaas gevraagd, man. Heb je ooit dit soort kazen gezien? Nog klachten? Nee. De ammunitie zit in die kist met boter. Alles is precies zoals je het wilde. Vertrouw me nou maar. Ze zeggen dat u een betrouwbaar man bent. Tussen haakjes. Kan ik het geld nu meteen krijgen? Natuurlijk, het ligt op mijn boot. Maar eerst, hoe krijg ik al deze geweren nou in Yale? Heeft u een schip gehuurd of zoiets? Nee. Wat bedoelt u met nee? Heeft u dan misschien een vliegtuig gehuurd? Ze gaan per schip. Maar u heeft geen schip gehuurd, zei u. Ook al huur je geen schip, dan kunnen ze toch met een schip meegaan. Dat begrijp ik niet. Zullen we teruggaan naar de pier om het geld te halen? Dan kan ik je onderweg alle details uitleggen. Als het te weinig geld is, komen die wapens niet aan in jouw land. Het is zeker in orde. Succes ermee. Maak je geen zorgen. Alles klaar is. Wie blijft er dan aan boord? Er blijven een paar matrozen aan boord, maar niet erg veel. Zeg een stuk of 4. Ik zal wat drank, nabbels en snoep sturen voor de mensen op wacht uit naam van kapitein Stoppel. Ah. Met slaappillen erin. Ah, jij bent slim altijd al geweest. Hij is laat. Zijn. Kom mee. Die matrozen liggen lekker te slapen. Kom mee, heren. Eerst even dit controleren. Weet je zeker dat ze echt heel diep in slaap zijn? Ja. Als er een wakker wordt, sla je hem neer. Ja. Hou ze in de gaten. Ja, Dolf. Schiet op, het wordt al snel dag. Wat doen we met deze kisten? Dat is kaas, hè? Nou, zet die voorlopig daar maar even neer. Oké. Die kisten lijken perfect op elkaar. Zelfs ik kan ze niet uit elkaar houden. Maar in gewicht verschillen ze wel. Natuurlijk. Kazen zijn nou eenmaal veel lichter dan wapens. Hier kunnen we nog een aardig prijsje voor krijgen van de supermarkt. Dat verjaardagsfeest wordt vast iets heel bijzonders. Dat denk ik ook. En je hoeft geen souvenir mee te nemen.
Maar ik ga wel kijken of ik iets heel bijzonders voor je kan vinden. Een vliegend tapijt. Dat zou ik wel willen, maar ik denk niet dat die te koop zijn. Ik moet nu echt naar de universiteit, Alfred. Bedankt voor het meegaan. En tot ziens dan, hè? Pas goed op jezelf. Dat is Noel, professor in de rechten. Hij reist met ons mee naar Salam. Hij hoeft zich toch niet zo te haasten? Nee, je hebt gelijk. We hebben nog een uur voor we vertrekken. Ik had je willen uitzwaaien. Is oké, hoor. Alfred! Wat? Zorg wel dat je meteen terugkomt als er een oorlog uitbreekt. Tuurlijk, tuurlijk. Ik ben al heel lang niet meer met een schip mee geweest. Oh, professor Noel. Ik ben Alfred Jodocus Kwak. Sorry voor mijn gedoe daar straks. Ja, ik weet niet waarom, maar mijn horloge stond een uur te vroeg. Oh, was dat het? Gaat u ook het verjaardagsfeest van de prins bijwonen? Ja, ik ben benoemd tot juridisch adviseur in dat land. Ze zijn namelijk altijd in oorlog met hun buurland. Bedoelt u met Yale, professor? Precies. Waarom blijft die oorlog daar voortdurend maar doorgaan, professor? Ik zal het je proberen uit te leggen. Je hebt misschien ooit wel eens gehoord, Alfred, dat die twee landen verschillende godsdiensten hebben, hè? Ja. Maar die zijn eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb de dogma's van die twee godsdiensten met elkaar vergeleken. En ze zeggen hetzelfde. Het enige verschil is dat bij de ene godsdienst de geit heilig is en bij de andere godsdienst het schaap. Dat is alles. Hm? En er is nog iets. De stichter van beide godsdiensten is geboren in een stad aan de grens van deze twee landen. Je hebt vast wel eens van Yale Salam gehoord, hè? Yale Salam? Tuurlijk, tuurlijk. Het zit zo. Zoals je al kunt horen aan de naam van die stad, waren de twee landen oorspronkelijk één land. Het gaat meer om een gevecht tussen twee stammen dan tussen twee landen, begrijp je? Jazeker, en ik heb ook gehoord dat beide landen beweren dat Yale Salam van hen is... Ja, ja. En daarom is de stad nu neutraal gebied, zodat de mensen uit allebei de landen het graf van hun stichter kunnen bezoeken. Dat is wel zo, maar ondertussen houden de gevechten tussen die twee landen nooit op. Ze gaan maar door. Mm-hmm. Ik hoop dat ik de koning van Salam kan adviseren deze ridicule hostiliteiten te stoppen. Piccobello, professor. Hetzelfde zal ik doen bij de jonge prins van Salam. Ik weet zeker dat hij zal begrijpen wat ik bedoel. Dat zou perfect zijn. Ik heb de prins lesgegeven in roeien en zeilen, knopen leggen en in zeevaartkunde. Hij is slim en hij leert heel erg snel. En hij is ook erg dapper. Hij heeft heel veel geleerd. Ja, en binnenkort is hij nu meerderjarig. En hoe is de koning? Helaas weet ik daar niet zo erg veel van. Ik heb hem af en toe verteld hoe het ging met zijn zoon. Maar ik heb nooit met hem gesproken over politiek of economie. Ik weet dus niet of hij een goede koning is. Hij schijnt wel een goede reputatie te hebben bij zijn volk. Ja, die respecteren hem. Tja, als hij niet zoveel problemen met Yale zou hebben... zou hij in staat zijn meer aandacht te schenken aan de problemen in zijn eigen land, denk ik. Dat denk ik ook. Zouden ze niet al in Salam zijn? Nee, nog niet. Maar ze zijn er nu wel in de buurt, geloof ik. Hm?
Wat is dat? Kapitein Stoppel. Huh? Er komen twee oorlogsschepen op ons af. Wat? Uit welk land komen ze? Uit Salam? Nee, ik geloof dat ze uit Yale komen, kapitein. We zitten toch nog op volle zee, hè? Ja, maar we zijn bijna bij de grens van het gebied van Salam. En ze komen heel erg snel op ons af. Wat moeten we doen? Oké, ik kom naar je toe. Wat is dit, in vredesnaam? Dit is een overtreding van de internationale zeevaartwet. Zonneschijn, zonneschijn, u moet onmiddellijk stoppen. U moet onmiddellijk stoppen. Dat mogen ze niet doen, we zijn op volle zee. Wat zal de kapitein gaan doen? Tegen geweld, hè? Heeft hij geen bescherming. Stop het schip. Aye, aye, kapitein. Ik heb slechte voorgevoelens. Waarom zegt u dat, kapitein? Is er iets speciaals? Herinner jij je nog dat ik Lispel bij het schip zag? En er is nog iets. Ik heb jou dat nooit verteld. Maar de nacht voordat we vertrokken zijn aan de drie matrozen die de wacht hadden slaappillen gegeven. Was er die nacht dan iets gestolen? Nee, niets. Heel vreemd, ja. En het is ook vreemd dat de marine van Yale hier nu op deze plek verschijnt. Normaal gesproken is dat ondenkbaar. Ik begrijp er niks van, helemaal niks. Mm. Huh? Controleer eerst het ruim en doorzoek dan het hele schip. Ik ben de kapitein van dit schip. Wat u aan het doen bent, is verboden. We hebben informatie ontvangen uit een zeer betrouwbare bron dat het schip de Zonneschijn wapens smokkelt naar Salam. Daarom doen wij wat wij moeten doen. Wapens, dat is belachelijk. We vervoeren alleen maar melkproducten. Luitenant! Wat is er? We hebben in het ruim wapens gevonden. Hé? Kisten vol met wapens. Ik geloof mijn ogen niet. Die informatie van ons klopt dus. Maar ik weet zeker dat er alleen maar melkproducten aan boord zijn. Zowel de geweren als de ammunitie zitten verstopt in kisten, meneer. Zo, zo. U hoort het. Houd deze drie hier in de gaten. Ik denk dat ze een belangrijke rol gespeeld hebben in deze smokkelaffaire. U maakt een afschuwelijke vergissing, meneer. Leg dat maar uit als wij weer aan land zijn, ventje. Hoe bedoelt u? Neemt u ons dan mee naar uw eigen land? Waar brengt u ons eigenlijk naartoe? We worden toch niet meteen opgesloten, hè, professor? Onmogelijk! De hele wereld zal verontwaardigd zijn als ze dat doen. Dat kan ze hier niet schelen. Daar trekken ze zich niks van aan. Zeg dat nou niet, kapitein! Hé, er wordt hier niet gepraat, hè? Eruit! Geen rechtspraak voor ons dus. Ik geloof dat we rechtstreeks de zeil in gaan. En dat is helemaal niet zoals het hoort. Ik wou dat we allemaal op het schip konden blijven bij de matrozen. Ze hebben de Zonneschijn in beslag genomen. Daarom mogen de matrozen aan boord blijven, want die weten hoe ze het schip moeten bedienen. En jullie houden je mond, begrepen? We worden hier toch niet voor de rest van ons leven opgesloten, hè? Dat mogen ze niet doen. Dat is onwettig.
We horen eerst berecht te worden. Dat kan wel zo zijn, maar hier gaat dat heel anders. Er luistert hier niemand naar ons. In ieder geval kunnen we nou niet aanwezig zijn bij de verjaardag van de prins. Die zal wel vreselijk teleurgesteld zijn. Dat weet ik zeker. Heel zeker. Oh, prins Shalamaan. Dat is lang geleden, kapitein Stoppel. Oh, prins, ik herkende u niet. U bent veranderd. Maar hoe komt u nou eigenlijk hier? Zou u me willen voorstellen aan uw vrienden voordat ik die vraag beantwoord? Oh, sorry. Ja, dit is Alfred Judokus Kwak en dit is professor Noal. Hij is benoemd tot juridisch adviseur van uw vader. Dat weet ik. Ik moet bij u rechten studeren, professor. Ja, hoe maakt u het, prins Shalamaan? Heel goed, dank u. Aangenaam. Ik ben met kapitein Stoppel meegekomen om uw verjaardag bij te wonen, prins Shalamaan. Leuk je te ontmoeten, Alfred. En wat mij betreft, noemt u me hier alstublieft niet hardop prins Shalamaan. Oh, waarom mag dat dan niet? Omdat de soldaten die me gisteravond opgepakt hebben niet weten dat ik de prins van Salaam ben. Maar waarom, prins, waarom bent u dan opgepakt? Omdat... En jullie krijgen ook niks te eten, begrepen? Soms is hij ongelukkig, ontzettend.